Hoi allemaal, welkom bij deze tekenles. We gaan Snapchat tekenen. Waar ik mee begin is met een fineliner. En ik ga twee tekeningen maken eigenlijk van Snapchat. Ik ga het logo tekenen. En dan verder zo'n leuke, ja, met die oren en die tong. Ik weet niet hoe dat heet eigenlijk. Dus ik maak eerst twee vierkanten. Alleen die hoeken maak ik dus niet helemaal dicht aan de zijkanten. Oké, dan gaan we eerst eens met dat logo beginnen. Teken een halve cirkel. Dan daarvan uit de armen van het spookje van het logo. Dan een lijn naar buiten en naar buiten. Naar binnen, beneden, naar binnen, beneden. Dan naar boven en dan rond. En dan puntje sluiten. Hier komt de mond. Dat is gewoon zo'n de letter D op zijn kant eigenlijk. Met één oog open en één knipoog. Dan ga ik hier een regenboog uittekenen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strepen. Dat worden de 7 kleuren van de regenboog zometeen. Dan pak je een dikke viltstift en dan maak je een dikke lijst om dat logo heen. Om het spookje heen, in dat logo zitten die puntjes. En zeg maar, op je mobiel kun je dat ook zien, dat logootje. Je hebt dan een ander spookje. Je kunt alle spookjes maken die je maar wil hoor, met een vette bril op of... Ik vond die met die regenboog uit zijn mond wel heel leuk. Maar goed, dan zet je dus die puntjes erin. En dan maak je dat hele vierkant helemaal geel. Behalve het spookje zelf. Die moet natuurlijk wit blijven. Voor het inkleuren gebruik ik gewoon kleurpotloden. Gewoon standaard kleurpotloden. Dus elk merk wat je maar hebt. Dat zal werken, maar het kan ook met viltstift trouwens. Dan pak je roze voor de binnenkant van de mond. Zo. Nou, en dan komt het. De eerste kleur is rood. Dan pak je oranje. Dan pak je geel. Dan pak je groen. Dan pak je lichtblauw. Dan... Oh. Dan pak je donkerblauw en dan pak je paars. Oké, de tweede. Ik maak eerst even die dikke lijst. Voor mijn Snapchat foto. En dan teken ik eerst die oren erin. Dat is gewoon een rechte lijn met een golfje. Dan om dat golfje dus zo'n boog. En dan hier de binnenkant van de oren en de rand. Dan teken ik de neus. Hier de neusgaten. Zo. En dan die snuit zo eromheen. En dan hieronder komt die enorme dikke tong. Zo, met zo'n streepje erin. Oogjes zijn heel makkelijk. Twee rondjes en daaromheen een zwart cirkeltje. Dus hier ook twee rondjes. En zwart. Nou, dat is wel makkelijk. Dan maak ik die neus lekker donker. Dus dat je net nog die neusgaatjes ziet, zeg maar. En dan maak ik de lijst en dan niet door die tong heen tekenen. Zo om die oren heen. Dus dan komt die tong lekker eroverheen. Die tong zelf maak ik roze. Maar op het midden van de tong laat ik het wit. Zo, en de binnenkant van de oren maak ik ook roze. Dan bruin voor de oren. Gewoon zachtjes inkleuren. En dan in het midden, bovenop die oren, even ietsje harder drukken. Zo, dus dan krijg je een beetje 3D effect. Nou, en dan bij de neus... Ook aan de binnenkant wat harder en dan aan de buitenkant van de neus wat lichter. En een klein beetje schaduw onder de ogen vandaan en tussen de oren.
En ook met donkerbruin aan de onderkant van de tong. En dat streepje in het midden. En ietsje achter in de tong. Nou, dan een klein beetje blauw voor in de ogen. Heel klein beetje. En ja, die buitenste rand maak ik dan ook maar geel. Want dan komt die tong er mooi uit. Dus super makkelijk. Hartstikke leuk om te doen. En ik doe ook nog eventjes Snapchat eronder schrijven. Het is wel leuk, want die A's, bijvoorbeeld die A, die maak je dan zwart in het midden. Die P maak je zwart in het midden. Dan C, zeg maar alle open letters hou je open. En dan hier de A ook weer dicht. En dan de T. Nou, dat is hem. Ik hoop dat jullie hem ook gaan maken. En ik hoop op een dikke duim omhoog natuurlijk. En vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende tekenles. Groetjes van Lieneke.